Ja, vind je het interessant? Nee, ik weet niet wat. Als je het leuk vindt en je hebt geen man meer, dan kan je me opzoeken en dan kunnen we misschien een keer een drankje doen. Dat mag ook wel als ik een man heb, toch? Ah, voor mij mag het wel hoor. Joost, en dan? Ja, Joost Kruijma. Ja, we hebben de laatste tijd zoveel DM's van jullie gekregen. Alsjeblieft, 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 help ons aan een vriendin. Want ja, er zijn nog steeds heel veel single jongens in het land. Dat moet opgelost worden, deze koude winter. Daar moet een knappe vrouw bij. En wij gaan jullie daarbij helpen, want wij gaan nu weer een leuke special opnemen van nieuwsgierige vrouwen. Ja, ze zeggen allemaal dat vrouwen vallen op bekendheid. Nou, dan hoef je niet altijd bekend te zijn, wil je ook bekend lijken. Dus dat gaan wij vandaag een beetje inscreneren. Ja, jullie zijn natuurlijk wel echt super bekend inmiddels. Ja. Maar ik ga dat een beetje aandikken door te zeggen, wauw, jij bent echt bekend. Nou, de acteerskills van Bram zitten weer helemaal snor zo te horen. Ik ben heel benieuwd jongens, vallen vrouwen een beetje op bekendheid? We gaan het zien. Maar Bram, even, hoe gaan we het aanvliegen? Jij gaat super bekend zijn, een chick aanspreken en ik kom dan. Ja, maar hoe ga ik aanspreken? Wat denk je? Dat is een leuk haakje. Zoals Joost altijd doet. Hé, ik heb nog een cadeautje nodig voor mijn zusje, weet jij iets? Mag jou het vragen? Ik denk mijn zus ongeveer even oud als jou is. En ze is binnenkort jarig. En ik wil wat leuks met haar gaan doen, maar ik heb echt geen idee wat. Lekker gewoon. Ja, beginnen rustig. Zoek je iets? I was asking, are you looking for something? Oh, no, I'm just setting up my bank account. Oh, okay, yeah. Thank you. Yeah, no, I'm just hanging out. No, I'm just hanging out. COVID, hè? Ah, Jesus. Is dat je nieuwe vriendin? No, stop it. Even lachen. Ik heb er geen zin in. That was very embarrassing. Must be nice to have your personal photographer with me. He's not with me, but okay. Paparazzi, hè? Ja, ik ga het ook niet eens vragen ook. Zijn jullie op zoek naar een hartendief? Joost heeft chance met boa's. Nee? Oké. Hoi. Heel kort. Ik ben helemaal inspiratieloos. Als in mijn zus is binnenkort jarig. Ja. En ik vind het gewoon stom om weer wijnen zo te geven. Wat moet ik halen? Zou het een beetje van uitgaan? Dat je nieuwe vriendin Joost? Hè? Is dat je nieuwe vriendin? Ga nou even weg, man. Dit is zo irritant. Even eentje lachen. Sorry. Ik speel goed. Ben je beroemd? Ik speel goede tijden. Wist ik niet. Nee, ja. Nee, is niet. Maar ik speel goede tijden. Niet echt beroemd, maar een beetje bekend. Ja, ik moet nog steeds een leuke cadeau nodig. Ja. Ontbijten. Dat is ontbijten. Bakkerswinkel. Ja, lekkere scones. Goeie. Ja. Je lacht wel leuk. Je hebt een vrolijke uitstraling. Dank je. Zullen wij misschien eens een keertje eten? Ik heb al een vriend. Je hebt al een vriend? Ja. Jammer. Mag je nu maar even voor het veld uitgaat? Dan, nee? Nee. Oké, okay. Is goed. Fijne dag en veel plezier. Ja, dankjewel. Goeie tip, ja. Dankjewel. Doei doei. Sorry van die paparazzi net. Doei doei. Zij dan, hè? Ja. Is goed? Ja, met jou? Ja hoor. Wat ben je aan het doen? Ik ben aan het wachten. Wordt echt gefilmd. Oh god. Ja, nee, dat is... Is dat je nieuwe vriendin, Martijn? Zeg je? Is dat je nieuwe vriendin? Nee jongen, ga weg. Laat me rust. Probeer je gesprek te voeren. Sorry hoor, voor dat. Ken je dat wel eens als je iemand ziet en dan kom je thuis dat je spijt hebt dat je diegene niet hebt aangesproken? Nee. Ik zag je al een tijdje staan. Ik wilde eigenlijk vragen of je een keer wat met mij zou willen drinken. Nee. Nee, helaas. Ik wil naar huis. Hoi, hoi. Ik ben van de Efteling. Oh ja, Alex. Ja? Herken je mij? Zie je? Ik ben bekend. Hoi, mag ik wat vragen? Zijn jullie bekend in de buurt? Heel lichtelijk. Heel lichtelijk, oké. Ik ben hier net komen wonen en ik ben op zoek naar iets van een boekenwinkel waar ik leuke boeken kan scoren. Maar ik weet niet... Ben je een boekenworm? Ja. Ja, maar ik hou niet van die hele grote Zit je nieuw of niet in nieuws? Maar, dit hoor je tenminste. Kan je even weg? Ja, ik doe ook gewoon mijn werk. Kan je alsjeblieft even weg? En jij kiest ervoor. Yo! Sorry. Dat is een fotograaf. Waar zit hij? Slechte, ja, het is hier bijna een kilometer vandaan, ongeveer 57 meter. Oh, nou ja, misschien vind je het een keer leuk om samen een boek uit te zoeken of zo? Nee. Nee? Oké. Okay. Maar ik ben bekend. Okay. Maar jullie kennen me niet? Nee. Oké. Okay. Oké, okay, ja, is goed. Ja, dankjewel.
Ik wil niet meer bekend zijn. Ik wil gewoon anoniem door het leven. Ja, hier gaat alles mis. Alles gaat mis. Alles hè? Gaat mis. Terug naar de tekentafel. Ja. We moeten toch wel iets over zien, anders wordt het een heel treurig item. Ja. De paparazzi is wel even klaar. Ja, Bram, ja, you're out. Misschien, heel misschien, zijn vrouwen ook gewoon, net zoals mannen, maar schapen. We volgen de meut. Ja. Dus als wij nou allemaal gillende vrouwen om ons heen hebben, misschien gaat het meisje die je wil versieren dan op een gegeven moment ook maar gillen en een date willen. Ja, maar dit is wel slim, want als we dan twee figuranten hebben die helemaal niet laat zijn en gaan gillen, die denken ze, ja, die moet wel super interessant zijn deze gast, dus, dat zij het overneemt. Het plan is, we gaan hetzelfde gesprekje aan als net, alleen hebben we Bram ingewisseld voor hysterische vrouwelijke fans en hopelijk maakt dat iets meer indruk. Het lag gewoon aan Bram. Het lag aan Bram. Duh. Hi, mag ik dat zeggen? Ja hoor. Nou, ik vind wel dat je hele mooie... Oh. Ja? Ja. Ik wil hem gewoon niet zien. Oh, ja, sorry. Mag ik wil echt al jaren van hem te ontmoeten. Oh my god. Ja, mag goed. Yes, geen probleem. Nou, goed. Random. Je had hele mooie ogen, dus ik... Ja, dankjewel. Dus ik zag je lopen en ik dacht, die zit zo in de telefoon. Ja. Maar dat moet ik toch even zeggen. Oh, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Wil je misschien een keer een koffietje drinken? Nou, ik hou niet van mijn koffie. Oh, een theetje dan? Nee? Oké. Okay. Ja, jij ook. Doei. Zou ik jou nog vragen? Studeer jij hier of werk jij hier? Nee, ik kom net uit de sollicitatiegesprek. Oké. Okay. Hey. Ja, maar gewoon heel snel, natuurlijk. Ja. Ik had echt niet van. Ik ben. Dankjewel. Nee. Sorry, één moment hoor. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Ah, Joost, je bent ons held. Top man, dankjewel. Joost. Ben je bezig met de video? En zo naar de boys. Ja, ja, top. Hè? Nee, ik ben, wacht hier op mijn broertje. Ik kom mijn broertje ophalen. Woon je hier in de buurt? Nee. Kom je uit Amsterdam? Oh, je wel in Noord. Wel. Misschien zou je het leuk vinden als wij een keer in Noord even een drankje doen. Nou, ik weet niet of mijn man dat zo leuk vindt. Je hebt een man. Ben je een bekende Nederlander of zo? Ja. Oh. Ja. Oh, ik weet niet. Vind je dat interessant? Nee, ik weet niet wie je bent. Als je het leuk vindt... En je hebt geen man meer, dan kan je me opzoeken en dan kunnen we misschien een keer een drankje doen. Dat mag ook wel als ik een man heb, toch? Oh, voor mij mag het wel, hoor. Joost en dan? Ja, Joost Kruijma. Ik speel goed tijdens slechtheden bijvoorbeeld. Oh, oké. Ja. Okay. Ja. Dat keek ik vroeger wel altijd. Ik ben Lucas. Oh, ben je Lucas? Ja, wat leuk. Ik ben Lucas. Okay. Maar Lucas is wat oud geworden tegenwoordig. Ik ga kijken. Ja, Lucas. Leuk. Okay. Top. Oh, dus je bent acteur. Ja, acteur. Oh, ja. Ja. Nou, ik ga je even opzoeken. Helemaal goed. Hey, succes ermee. Dus geen nummers uitwisselen? Oké, okay. Nee, is goed. Succes met je sollicitatie. Ja, dank je. Doei, doei. Mag ik je wat vragen? Ja. Zit je hier op school? Ja. Ik ben een beetje aan het twijfelen om weer... Oh, god. Ben jij Martijn wel op school? Ja. Mogen we alsjeblieft jouw foto? Ja, is goed. Ja, echt zo? Thanks. Ik had niet verwacht hier tegenkomen. Sorry, thanks. Dankjewel. Sorry, hè. Oh, sorry, ja. Heel gemakkelijk dit. Dus je staat hier gewoon om mensen op te... Nee, ik had net een gesprek en ik wacht even op iemand die komt ze ophalen. Maar ik dacht, nou ja, ik kan altijd een beetje informatie vinden. Heel goed, nou ja. Zou je het misschien leuk vinden om een keer wat te drinken? Of gewoon even, weet ik veel, beter elkaar beter leren kennen via de app? Of... Is goed. Ja? Doe je dit vaker of zo? Nou ja, ik voelde iets van een spanning, dus ik dacht, okay. Waarom niet, toch? Is goed. Even kijken, wat is je nummer? 06? 45. 45. Nou, leuk. Ga ik hier binnenkort. Die vergeet je niet meer snel. Nee, die vergeet ik nooit meer. Oké. Okay. Heel sterk. Yes, dankjewel. Lekker man. Ja, man. Echt, ja, man. Wow. Los op jezelf. Ja. Sick, ouwe. Ja, applausje. Ja, helemaal mijn vriend is hier blij mee. Zo. Mooie mutsie. Nou, bedankt. Waar heb je die vandaan? Vintage. Van de daar kom ik net vandaan. Echt? Daar bij die markt. Ja. Dat is een hele teentje. Oh, toch? Ja? Ja. Ik moest daar een foto met jou mogen. Ja hoor. Hey, wat leuk. Random. Yes. Dankjewel. Nou, daar ging het gesprek, ja. Je bent bekend. Nou ja, ze zeggen het. Ze zeggen het. Er schuilt meer achter deze bekende kop, hoor. Maar misschien heb je zin om een keer een koffietje te doen. Dan kunnen we verder praten, ja? Even kijken. 06. 3, 4, top. Nou, top. Helemaal goed.
Oké, succes daar maar. Yes, ik doe toch niet, lelijk. Ik gaf haar een compliment, mooi hoedje. En toen, toen was ze helemaal blij en toen zei ik, waar heb je die vandaan, Waterloopplein? Nou, toevallig, kom ik net vandaan, ik zag hem helemaal niet. En toen, echt, versieren is echt, heel kut. Ja. Maar toen kwamen die meiden en dat hielp wel, want ze, wederom herkenden ze me niet. Ja. Mannen kijken naar ons kanaal. En toen kreeg ik een nummer. Lekker gaaf. Korte vraag hoor. Ik ben op zoek naar mijn broertje, die is klaar met school, die moet ik ophalen. Maar ik heb echt geen idee waar de mediaopleiding is. Mediaopleiding? Ja. Dat weet ik ook niet. Studeer jij hier? Ja. Want... Mogen we snel een fotootje van jou alsjeblieft? Oh mijn god. Kom maar even snel. Hij is zo leuk. Sorry. Kom maar even snel. Even snel, ja? Dankjewel. Thanks. Ja. Doei doei. Want jij zit in dit gebouw. Ja. En welke opleiding doe jij dan? Ja, ik zelf ben presentator en acteur. Leuk. Ja, dus vandaar dat ze mij ook herkende. Oh, maar jij niet. Jij niet blijkbaar dus. Nee, sorry. Je hebt wel een leuke lach. Dank je. Je ziet er heel mooi uit. Dankjewel. Zou je het leuk vinden als we een keer wat gaan drinken ook? Dan ga ik daar naar binnen hoor. 17, dus... Oh ja. Nee, laat dan maar zitten. Ja, oké. Doei doei. Hey. Hey, weer niet. Nou, Joost, game over. Ik stop. Hoezo? Je gaat ze lekker. Ook zij was 17. Ik kap hiermee. Dit was pijnlijk. Ja, ik zei dat in het nieuws. Ik vind het zo moeilijk. Oh, ik zag er jong uit, maar ja. Je moet voor jou was pijnlijk. Ja, er is een verschil. Er is een verschil. Ik zeg elke keer dat ik Lucas ben van GTS Team. Jezus. Hij valt op mannen. Nee, jij bent Big Jossa. Lucas is zeg dat je. Ja, Lucas. Ja. Dat is Ferry Doelen. Dat is Ferry Doelen. Dat is Ferry Doelen. Dus jij zit de hele tijd te verkondigen dat je Ferry Doelen bent. En dan snap ik het wel. Maar is het ook leuk om Bram het ook even... Ja, nu weer ja maar Bram die, die kan dit helemaal niet, joh. Dat wordt helemaal niet. Nee, tuurlijk. Nou, dat lukt me in één keer. Geen probleem, neem maar op. Hey, jij hebt toch ontmoet op de rode loper bij Excite? Nee. Nee? Wat? Dat dacht ik. Ik wil zo met jou foto's, sorry. Ja, tuurlijk. Oh, fucking gaaf. Dank je. Fijne dag. Zou het leuk vinden om een keertje wat te drinken misschien? Met jou. Ja? Maar hoezo ging je zijn met jou op de foto dan? Ja, ja, geen idee. Die herkende me denk ik. Waarvan? Ik zit in een paar series. Echt? Ja. Oh, ja. Waar stond je? Mokka Mafia nu. Echt? Ja. Koude leuk wat. Ken je Sam nu? Oh ja, ja, ja. Hij is een vriend van mij. Oh echt? Ja, oh, hij werkt daar ook hè. Ja, ja, ja. Doe hem de groetjes. Ja. Lachen. Ken je Bram. Hem? Ja, ja. Ik met hem shoot hebben. Ja, ja. Dat is ook leuk. Ja. Doei. De meester. Jeetje. Maar dan weet je wel, bij jou werkt de fame echt. Jij het was jou nooit gelukt zonder de fame. Nee, precies. De echte chick magnet, we hebben hem gevonden. Jezus. Waar gaat het met mij fout? Jij weet het. Ja, de leeftijd. Ik heb ook namelijk gezegd dat ik 23 was. Oh ja. Okay, dat zij was 18. Oh wow. Ja. En daar kom jij inderdaad niet meer mee weg. Ja, dat denk ik, ja. Liegen over je leeftijd. Ja, dat is eigenlijk de truc. En was ze onder de indruk van jouw fame? Maar ja, het ging vooral om de looks, dat kon je wel merken. Ik denk dat ik het zonder de fame ook wel had. Ik denk dat we gaan afsluiten. Het is mooi geweest. Nou ja, ik vond het wel een hele leuke aflevering. Werkt het nou echt fame? Nou, fame werkt wel voor sommige mensen. Voor mij niet. Maar jij hebt er een nummertje mee gescoord. Martijn heeft er mee gescoord. Oh. En Bram die heeft een kaart lopen ownen. Dus... Ik denk dat wij uit ervaring wel kunnen zeggen van ja. Op het moment dat er drie gillende vrouwen op je afkomen rennen. Met de vraag of ze met je op de foto mogen. Dat doet wel wat met degene die aan het versieren is. Oh zeker, het creëert echt zeker wel. Even een shockmomentje. Ja. Dus een hele belangrijke les voor de kijkers thuis. Doe alsof je bekend bent. Vraag aan vriendinnetjes van je of ze even op je afkomen rennen als jij een vrouw aan het versieren bent. Want het werkt. Ja, en laat in de comments even weten of we nog een keer moeten proberen met een nieuwsgierig naar vrouwenversie. Maar dat op een andere manier kijken of vrouwen daar vallen. Laat weten en we zijn volgende week gewoon weer terug. Later. Later.